Darren, Telstar uit, voor jou een bijzonder randje. Je debuut, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Wat was het voor een debuut? Intens. Ik kwam erin toen we, vlak voordat we de 2-1 maakten. In de laatste 10 minuten, dus ja, dan krijg je een beetje het spelbeeld dat Telstar naar voren wil. En druk gaat zetten en dan de ruimtes achter ons staan. Maar ja, tegelijk, dus dan wil je wel vooruit. Als aanvaller zijn en iemand die veel diepgang heeft. Maar tegelijkertijd moet je het ook dicht houden. Dus ik blijf pendelen. En dan gaat het even hard aan toe, op en neer. Dus in die zin vrij intens. Maar al met al tevreden. 3 punten en het debuut van NAC. Je was redelijk gesloopt na een kwartier. Ja, zoals ik net aangaf. Daarom dus. Lange afstanden gemaakt in vrij korte tijd. Veel meters, denk ik, voor mijn gevoel. En dat bleek ook als ik de reacties hoorde van de jongens uit de kleedkamer. Dat het toch een aardige sprintwedstrijd was. Tegen mezelf een beetje. En tegen de klok ook. Dus zodoende vrij stuk. Ook al waren het maar 10 minuten. Je had je debuut misschien wel moeten, maar in ieder geval kunnen belonen met een goal. Daarin zagen we ook al een beetje van jouw snelheid. Wat gebeurde daar precies? Nou, zoals je zegt, inderdaad, moeten. Ja. Ik had hem best wel moeten belonen. We kwamen eruit in de counter. En ik kon Moody aan mijn linkerkant vinden. En ik kreeg hem al gelijk terug vrij snel. En ik zat keep een beetje voor zijn goal staan. Dus die bracht mij aan het twijfelen achteraf. Had ik misschien gelijk moeten schieten. Toen kapte ik de bal nog een keer af. Verdediger uitgespeeld. Dan kreeg ik een klein beetje door vermoeidheid de bal niet meer langs de keeper. Zodoende werd hij gestopt. En helaas mijn debuut niet bekroond met een goal. Maar de kansen zullen vast nog wel vaker komen. Dus er gaat heus wel een keer eentje in. Je bent nu al een tijdje bij NAC. Hoe bevalt het tot nu toe? Heel goed. Een leuke groep. Flinke groep ook. Maar zeker veel... Vooral vriendelijke jongens, staf prima, iedereen om het team ook heen heel fijn. En de manier van werken is ook fijn. En ik kan niets dan tevreden zijn. Zeer blij. Ook blij dat ik op het veld sta weer. Maar ook de mensen, ik kan alleen maar tevreden zijn. Je zat hiervoor een tijdje zonder club. Dan moet het toch fijn zijn om nu weer gewoon lekker iedere dag te kunnen trainen en je minuten te maken. Nee, absoluut. Daarom ben ik heel blij. Ik heb sinds kerst eigenlijk niks meer gedaan. Tot en met begin van deze maand. Ja, dat is het alleen maar hardlopen voor jezelf. En je kan ook niks met de huidige situatie. Kan je ook niet in teamverband trainen of met iemand. Ja, tenminste, is lastig. En veel clubs zijn gewoon bezig in de competitie. Dus dan is het lastig. En daarom heel blij om weer met een team te trainen. En zeker een team als dit. Alleen maar blij. Ja. Dan morgen richting Dordrecht. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, het is een beetje een revanchewedstrijd. Verloren thuis. Dus dan hebben we inderdaad wat goed te maken, ook was ik daar niet bij. Maar ook je stand verplicht om die wedstrijd over de streep te trekken. En ook met het doel dat je voor ogen hebt, einde van de rit. Dan, ik weet niet wat je kan verwachten. Ik denk dat Dordrecht dat thuis speelt en vrij ook, denk ik. Zullen vrij weinig te verliezen hebben. Dus wordt het lastig eigenlijk. Lastig te zeggen wat je kan verwachten. Je zal het zelf gewoon moeten doen. En vanuit je eigen kwaliteiten zul je die wedstrijd gewoon die 3 punten gewoon mee moeten nemen naar Breda. Je had het even over de revanche. Is dat ook iets wat echt leeft binnen de groep? Ja, een beetje wel geloof ik. Sowieso naar jezelf toe denk ik. En niet eens zozeer naar Dordrecht. Maar sowieso naar jezelf als NAC zijnde denk ik. En je verliest thuis van Dordrecht. Was ook heel laat in de wedstrijd geloof ik. Ja, dan moet je het naar jezelf toe. Ben je het ook verplicht om het gewoon recht te zetten. Dus dat leeft wel inderdaad, die geluiden die ik hoor. Maar ook nogmaals, gewoon ook naar het doel wat je voor ogen hebt, einde van het seizoen. Dan moet dat gewoon, is gewoon een wedstrijd net als velen die je gewoon over de streep moet trekken. Dus morgen met het mes tussen de tanden de bus in? Absoluut. En inderdaad, mes tussen de tanden de bus in. 3 punten ook mee de bus in terug. En zodoende op naar de volgende. Zo is het. Heel veel succes morgen. Yes, dankjewel.